Je bent de liefste van de hele wereld. Mama, de allerliefste van de hele wereld. Later wanneer ik ga trouwen, zal ik een huisje gaan bouwen. Als je dan soms alleen zult zijn, kom dan bij mij in mijn huis. Mama, de allerliefste van de wereld ben jij. Oh, lieve mama, je bent en blijft altijd een voorbeeld voor mij. Mama, ik ben super blij dat ik hier vanavond mag staan en dit voor jou mag doen. Soms alleen zult zijn, kom dan bij mij in mijn huis. Mama, de allerliefste van de wereld ben jij. Oh, lieve mama, je bent en blijft altijd een voorbeeld voor mij. Mama, mama. Ik kom even naast je. Oh, ja, wat misschien de mensen niet gezien hebben hier in Aalsmeer in de studio, is dat je moeder en je vader die zitten daar. En het mooie was, de hele studio ging helemaal heen en weer. Behalve je vader en je moeder. Maar dat kwam omdat ze helemaal echt... Ze was geraakt, Pietje, ja. Door wat je deed. Vond je het mooi? Ja, heel mooi. Echt. Heel leuk om te doen ook, trouwens. Hè? Oh. Oké. Okay. Paul, je genoot, zag ik. Ja, ik geniet. Ik vind dat je stem fantastisch is. Je hebt een gemakkelijke manier van zingen. Dat is jaloersmakend. Ook omdat ik weet dat je pas drie bent. Maar één ding wil je iets zeggen. Toen ik het zag in de auditie, hè, toen was je heel bravoerderig, kwam je over, stoere Piet. En toen dacht ik, nou, dat begint me ook een klein beetje te irriteren. Maar ik vind, je komt op, Piet. Je zingt een van mijn lievelingsnummers, wat gewoon heerlijk is. Maar je zingt zo makkelijk. Dus een teringtalentje ben je. Echt... Dank je wel. Alsjeblieft. Chantal? Pietje, je praat heel makkelijk. Je beweegt je makkelijk op het podium. Het komt allemaal heel makkelijk over. Dus je kan op een gegeven moment thuis gaan denken... Van, nou, voor hem is het heel erg makkelijk om dit te doen. Maar vergeet niet, je bent gewoon pas 10 jaar. En dan is dit heel, heel erg knap. Wat denk jij? Denk je dat Dan dat liedje kende, mama? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Kende je het liedje, Dan, mama? No, I've never heard the song before. But it's the way he presents it, though. Just the way you come down the stairs in the beginning and take the stage, that your comfort level, you're at home up there, easy to watch. I mean, the likability factor is off the charts. And it's those in-between things. When he talks to his mom, you know, those little moments, it doesn't feel rehearsed. It feels all natural. It's real. It makes me like you. It makes the whole audience like you. Mm-hmm. Je kan wel Engels, toch? Kan je Engels? Heb je het verstaan? Een klein beetje. Nou ja, hij zei, hij vindt het heel knap zoals je je gedraagt. Het is alsof het helemaal makkelijk is, alsof je het helemaal niet geoefend hebt. En zoals je de trap af komt lopen, je bent gewoon echt een kerel. Hij vindt je geweldig, denk ik. Oké, okay, nou, leuk om te horen, toch? Nou, zullen we nog even kijken wat juf Angela vindt? Ja. Nou. Ja. Dit lied is eigenlijk heel erg moeilijk om te zingen. Ja, ik vind jou gewoon een bijzonder zangtalent. Echt. Wauw. Ja. Ja, en straks, Pietje, beslist de jury of jij door mag naar de finale. Even mij, stel je gaat naar de finale. Stel je wint die 50.000 euro. Wat ga je ermee doen? Ja, in mijn muziek steken. Ik ga staan en ik vraag nog één keer een groot applaus voor Pietje! Oh,
is bloedmooi, maar deze versie met dat ratata is extra moeilijk. Maar het is gewoon een bühnepus. Het is gewoon een bühnebeest. Ja, ja. Nou, dit is een natuurtalent. Echt waar. Dit en het is zo makkelijk. Ja.